WHO voeren we dit jaar actie voor vervolgde christenen. Met name ook in Nigeria. Kees van der Staaij, de partijleider van de SGP, is in Nigeria geweest. Dat heeft nogal wat indruk gemaakt. En ik ben heel blij dat hij met ons wat gedachten daarover wil delen van wat hij daar heeft ervaren en gezien. Om ons een beeld te geven wat het met je doet. Wat heb je ervaren, Kees? Ja, je ziet toch wel van heel nabij de ellende waar mensen mee te maken hebben. Het leed, dat is natuurlijk ongelooflijk groot. Mensen die hun kinderen kwijt zijn geraakt door een ontvoering van de een op de andere dag. Mensen die familieleden voor hun ogen afgeslacht hebben zien worden. Dat zijn allemaal enorme menselijke drama's. Tegelijkertijd ook wel iets gezien van de kracht van het geloof. Dat mensen ook daarin houvast vinden, troost vinden bij God ook. En ook niet blijven steken in allerlei waarom-vragen. Maar inderdaad zelfs hun vijanden kunnen vergeven. Dat is ook buitengewoon indrukwekkend om dat te horen. Dat maakt indruk, ja. Dat mensen op het pijnpunt van hun leven dit zo kunnen meemaken. Als HIO voeren we daarin actie voor mensen die medische hulp nodig hebben als gevolg van de aanslagen. Heb je daar iets van gezien, van de hulp die daar geboden wordt? Ja, we hebben mensen gehoord die zelf geholpen zijn met ook het geld van de SDOK wat in Nederland is opgehaald. Dat ze daardoor bijvoorbeeld bepaalde hulpmiddelen konden krijgen, waardoor ze toch ook weer door konden gaan. Verpleging, ziekenhuisopnames die ook betaald werden vanuit Nederland. Ja, die ook gewoon levensreddend zijn geweest. Mensen zijn dankbaar voor de hulp die ze kregen. Ook dankbaar voor het meeleven wat eruit blijkt. Het is meer dan medische zorg alleen. Die medische zorg is ongelooflijk belangrijk. Maar tegelijkertijd laat je ook aan de mensen zien, wij vergeten jullie niet. Wij denken aan jullie. En dat bleek natuurlijk ook uit de bemoedigingskaarten die wij zelf toen in januari mee mochten nemen. En ik heb gehoord dat jullie ook weer heel veel bemoedigingskaarten hebben geschreven, hebben opgehaald. Nou, we hebben echt van daarbij gezien dat mensen daar ongelooflijk blij en dankbaar voor zijn. Dat doet heel veel. Dat betekent heel veel voor hen. Er wordt in Nederland meegeleefd, meegebeden ook. Dat is wat zij voelen en wat zij waarderen. Dank ook aan jullie dat jullie die kaart hebben gemaakt. Als we zien wat we de afgelopen maanden op kantoor hebben binnengekregen aan kaarten, dan is dat al een enorme bemoediging. En we horen nu ook van der Staaij wat de indruk is die dat daar geeft bij de mensen. Nu zitten we hier in een heel comfortabele situatie, hier in Nederland. Wij als jongeren ervaren niet zoveel van vervolging. Wij leven ons leventje. Wat heeft dat ons te zeggen? Als die vervolging zo toeneemt en zo dichtbij komt, wat heeft dat ons te zeggen? Ja, wat je natuurlijk ervaart als echt dat soort vervolging plaatsvindt, is dat ook het geloof niet gratis is, dat het ook een prijskaart kan hebben, prijs kan hebben. En dat ervaren de mensen natuurlijk daar van nabij, dat het ook op de proef gesteld wordt. Dat je stel jezelf ook de vraag van, wat zou ik doen als ze met pistool op de borst zeggen van, geloof je in Heer Jezus Christus of niet? Of wil je hem verloochenen? Ja, dat is inderdaad heel indringend als dat op die manier ook op je pad komt. Maar tegelijkertijd ook dat je ziet, ja, het is zomaar niet een makkelijk verhaal of of iets wat verder je leven niet raakt. Wat ook het geloof daar mensen ook echt perspectief geeft en steun biedt. Waardoor ze al dat lijden wat hen overkomt, uiteindelijk ook graag soms verdragen in het licht van ook de vreugde en de heerlijkheid die met het geloof ook verbonden is. Dat heeft ons iets te zeggen. Dat geloof blijkbaar zo'n enorme prijs heeft. Zo proberen wij ons politieke steentje bij te dragen. Maar ik ben ongelooflijk dankbaar dat jullie allemaal hier ook vandaag en in de afgelopen tijd jullie steentje hebben willen bijdragen door geld op te halen, door te bidden voor de vervolgde christenen, door die bemoedigingskaarten te schrijven. Weet dat dat gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Ongelooflijk veel dank daarvoor. Weet dat ook de Nigeriaanse christenen het hen zal ontroeren en hen zal bemoedigen dat jullie dat voor hen willen doen. En blijf hen ook gedenken in jullie gebed.